Boeren in Groningen kunnen geld verdienen met de productie van biobrandstof voor onder meer vliegtuigen. 3 bedrijven in Stadskanaal zijn daarmee bezig. Deze Antonov gaat tijdens een testvlucht laten zien dat biobrandstof prima in de luchtvaart gebruikt kan worden. Maar het valt niet mee om het toestel uit de hangar te krijgen. Oké, bingo! Ja. We zitten hier in een Antonov 2, de grootste nog vliegende dubbeldekker in de wereld. Ooit gemaakt door de Russen, de Polen en de Chinezen. 19.000 vliegtuigen van gemaakt en er vliegen nog ongeveer 700 van dit toestel in de wereld. De Antonov vliegt op een mengsel van traditionele brandstof en biobrandstof gemaakt van plantaardig materiaal. Deze technologie ga je straks terugzien in vrachtauto's, schepen, kleine vliegtuigen, personenauto's. Is dat een reëel beeld om te verwachten dat het echt iets groots zal worden in de toekomst? Dat is zeker een heel reëel beeld, omdat deze technologie goedkoper is dan de huidige brandstoffen. Dus het is heel reëel dat binnen een tiental jaren eigenlijk alle voer- en vaartuigen hiermee worden uitgerust. Boeren in Groningen kunnen hier een grote rol in gaan spelen. Ze kunnen de biobrandstof uit bijvoorbeeld koolzaad op hun land produceren, opslaan en verkopen. Inmiddels staat de Antonov klaar voor de testvlucht naar Stadskanaal. Maar hij laat het toch afweten. De olie is zodanig afgekoeld van de kou, zo zwaar, zo dik geworden, dat we de motor niet sterk genoeg, de startmotor, rond kunnen krijgen om de motor te starten. We hebben het 5 keer geprobeerd nu. Dus we kunnen niet de lucht in? Nee, we kunnen vandaag niet de lucht in. We zullen moeten wachten tot we iets warmere temperaturen hebben. Heeft het iets te maken met de brandstof die erin zit? Nee, het heeft niets met de brandstof te maken. Binnenkort wordt een nieuwe poging gedaan voor de testvlucht.